Goedemorgen, het is dinsdag, het is druilerig weer. Wie? En ik heb vandaag iets heel erg leuks op de planning. Ik ga namelijk vandaag met Hella naar de spa. Oh! En waarom op dinsdag? Want dinsdag is badkledingdag en ik ben gewoon niet zo op naakte mensen kijken en zo. Ik had er ook heel veel moeite mee met Burning Man, want er zijn heel veel naakte mensen. Ik schrik dan heel erg. Ik ben er wel aan gewend toen trouwens, na een dag of twee, drie, zoiets. Toen op een gegeven moment wen je eraan, maar ik vind het nog steeds, hè, naar een spa gaan. Misschien iemand tegen. Ja, ik weet niet. Ik vind het toch een beetje, hè? Dat hoeft van mij niet. Dus ja, want hoe zit dat? Ik heb een bongo bon gehad laatst. En een bongo bon, dat is zo'n boekje. En je hebt dan verschillende bonnen. Superleuk. Ik heb zelf voor kerst, heb ik Mark ook een bon cadeau gedaan. Dat is heel leuk. Je hebt dan een bon voor een weekendje weg. Of een bon voor een ballonvaart. Ik was aan iemand gegeven. En ik heb dan een bon voor een sauna bezoek gehad. En dan krijg je een boekje erbij. En dan staan er echt 50 adressen waar je dan uit kan kiezen. En dit is dan een boekje, een bon voor twee personen. Dus ik zei, hé, laten we samen gaan. Oké, een tijdje terug al besloten. En we hebben even gekeken wat er waar is. En we zijn gegaan voor een spa in Leiden. Die zag er best wel goed uit. Het is best wel nieuw en hoog in een gebouw. Want ik dacht, ik kan nu, zeker met dit weer, niet voor een spa gaan met een tuin. Want je hebt daar helemaal niks aan. Het is rond weer. Dus ik zou dan liever voor een spa gaan die binnen is. En daar wat mooier van binnen is. Voordat je eigenlijk betaalt voor een tuin die je toch niet gebruikt, weet je. We hebben om 12 uur afgesproken in Leiden. Je mag natuurlijk niet filmen in een spa. Het is trouwens badkleding mag dag. Dat is weer wat nieuws. Dat was dus bij heel veel. Vroeger had je dan dat je die dag verplicht badkleding had. Maar nu is het mag dag. Dus als je wilt doe je badkleding aan. Ik dus. Dus ik zit wel nog steeds, zeg maar, met mensen die waarschijnlijk naakt zijn. Maar oké, ik zet me eroverheen. Ik ga ervan uit dat dat niet gewoon net mijn beurt. Maar op een gegeven moment bent het. En die spa is dus open tot 11 uur 's avonds. En ik zei al tegen Hella, cancel al je afspraken. We gaan gewoon lekker urenlang in die spa zitten. Klaar nu, weet je. Gewoon lekker bijkomen, genieten en niet werken. Gewoon, shh. Leiden is heel dichtbij en het is bij het station. Dus ik pak de trein, dat is letterlijk 10 minuten van hier, van deur tot deur. Dus ik ga echt 11:45 pas weg. En tot die tijd kan ik nog even wat dingetjes doen. Dus ik spring onder de douche. Ik twijfel, ik moet echt mijn haar wassen. Maar ja, of ik ga toch naar de spa. Misschien dat ik het daar, weet je, want het wordt toch weer zweterig door de sauna en zo. Dus, oké. Ik heb net gedoucht en de drama. Alsof ik gewoon zwaar een mega wond heb of zo. Ken je dat? Dat je je benen scheert. En dat je dan een klein gaatje, wondje maakt. En het blijft maar bloeden. Dat heb ik nu aan beide voeten. Ik heb dus net geschoren en het blijft maar komen. Het is echt zo dramatisch. Het ziet er veel dramatischer uit dan het is. Het is wel irritant gewoon. In de zomer. En dan heb je een jurkje aan of zo. En dan denk je, oh, even snel nog mijn benen scheren. En dan boom. Zo'n mondje. En dan blijft het maar lopen. En wat neem je mee als je naar de spa gaat? Naast je handtas. Sowieso, ik ga altijd in comfy kleding. Want ja, je gaat je daar toch weer omkleden. Een badjas. Een handdoek. Dan schoon ondergoed. En slippers. En iets van deodorant. Je kan het vaak altijd ook wel huren. Maar dan kost het toch weer extra. En ik vind het vaak nog best wel duur. Dan kost een handdoek huren 5 euro. Een badjas een tientje. En slippers ook 5. En dan, ja, dat is best wel veel. Dus ik neem het vaak van huis mee. Ja, soms vergeet ik iets of zo. En dan kan je dat daar huren. Ik sta in een gebouw in Leiden. Het is bij Leiden Centraal. Hier zit ook het ROC blijkbaar in. Heel gek. Ze hebben een sportschool midden in het gebouw. Zeg maar in de hal. Dus daar kan je sporten. Crazy. Bovendien hebben ze hier dus blijkbaar een spa. Ik ben hier echt nog nooit geweest, ik weet niet. Ik heb letterlijk gewoon gekeken wat een van de nieuwste spa's in Nederland was. En ik dacht, want hoe nieuw, hoe schoner, weet je wel. Ik vind altijd, sommige spa's zijn wel leuk, maar die zijn dan echt heel oud en vies. We zijn er, Hella is even naar de wc. We hebben een Indiaanse hoofdmassage geboekt. Ik zag dat staan en ik dacht, oh, is dat ze met je handen door je haar gaan, soort ASMR. Ja, ik wil het een keer doen. Kom hier. Yeah. Kijk wie we daar hebben. Hella. Hallo. Hella werkt de laatste dagen dag en nacht. Dus die kan dit wel gebruiken. Ja, kijk. Dat zijn de hoekjes. En zij huurt het dan. Dat had ik net verteld. Dat je het kan huren of zelf meenemen. En ik heb ze dan zelf mee. Het is inmiddels 8:30 s'avonds. Zoiets. We hebben urenlang in de spa gezeten. We hebben in de sauna gezeten, we hebben gezwommen, we hebben twee keer, hoe heet dat, zo'n wappersessie? Opgieting. Twee keer gedaan. Ja. Mij voor het eerst, vond ik heel leuk. Ja. En het is echt super chill. Maar je mag natuurlijk niet filmen binnen, dus dat hebben we niet gedaan. Wel op Instagram, fotootjes. Een paar. Stiekem. Dus ja, super lekker. En nu gaan we zo omkleden. Yay!
Ik ben thuis. Fofjes aan het gamen. Ja, Worms. Wat voor spel is het? Het is een demo van de testen. Ik ben helemaal zen en relaxed. Helemaal tot rust gekomen. Ik baal een beetje dat ik niet kon filmen, maar dat is ook wel logisch. Want niet iedereen wil op film. Poefje zegt net. Wat doe je daar allemaal? Je bent toch al eens in de hammam geweest? In Turkije. Hij vindt het dus niks, hè? Massage, spa, echt niks voor Foef. Nou, je komt dan binnen en dan heb je je handdoek en je badjas. En dan heb je gewoon een entree tot zeg maar de spa, daar betaal je dan voor. Ja. En dan ga je erin en dan kan je gewoon alle sauna's gebruiken. We hadden dan... En lopen allemaal andere mensen. Ja, lopen ook allemaal niet zoveel. Dit was best wel rustig. Vooral ochtends. En dan loopt iedereen daar badnaked. Een deels badnaked. Vandaag was het badkleding machtdag. Het is net als bij Burning Man, Foef. Je hebt dat niet eens door op een gegeven moment. En hoe heet het? En dan kan je gewoon de sauna's in en stoomcabine en met allemaal lekkere. En dan heb je bijvoorbeeld één kruidensauna en een andere sauna is weer met wat anders. Anders panorama sauna waar je de hele stad ziet. Dat is toch fun. En dan is het heel heet. En daarna ga je een dompelbad in. Panorama van de stad. Ja, dit was op de 14e verdieping in Leiden. Heel cool. Hadden ze de hele spa dus bovenin. Ik ben heel even nog aan het werk. Ik ben even wat dingetjes bij elkaar aan het zoeken. Mijn deadline is morgenochtend. En ik doe het liever nu dan dat ik me morgenochtend heel erg ga haasten. Het is 10:30. Ik heb het net af. Dat krijg je. Ik heb even mijn mail doen. Ik ben de hele dag in die spa geweest. Ik heb niks kunnen doen. Nee, niks kunnen doen. Ik heb kunnen ontspannen. Maar niet de gebruikelijke dingetjes, zeg maar. Ja, het is gelukt. De computer gaat uit. Wat? Ja, er zijn wel vrouwenreclames. Er zijn wel lepeltv's. Oh, oké. Okay. Dat is wel school. Ja. Alleen maar ASOS, Primera, Kruidvat. Tijdens Blade the Movie. Tijdens Blade. Voor vampieren die waren ja. Ja, oké. Okay. Hey, het is 11:30, wij gaan slapen. De vlog is denk ik niet zo heel lang, want ik was van 12 tot 8, zoiets, of 8:30 was ik in de spa, wat heerlijk was. Maar ik mocht helaas niet filmen, dus daar hou je niet zo heel veel over. Maar het was in ieder geval een super relaxte dag. Ik heb net een beetje kunnen werken. Ik ga nu heerlijk slapen en lekker morgen wakker worden en genieten. Ik heb een nieuw iets. Ik ga voor het slapen altijd mezelf rustig maken door zo te praten. Rustig praten, zen. Good night. Oh, spanning en sensatie. Ik zie de politieagent over een grasveldding heen rijden. En ik zie in de verte nog meer politie. Zien jullie dat? Je ziet het daar ook. Wacht, daar, daar. Wat is er aan de hand? In ieder geval, ik heb dit en ik heb een paar, maar nu heb ik er drie die dan niet heel crazy zijn, maar wel gewoon lekker warm. Oké, welke parfum doe ik vandaag op? Oh ja, ik heb mijn haar tussendoor even zo gedaan.